De samenwerkingsconstructie tussen NEC en Topos heeft weer een mooie kans opgeleverd. Selim Sumnes wordt voor een half jaar gehuurd van de Nijmegenaren. En het is de zesde speler dit seizoen die de route vanuit Nijmegen naar Os bewandelt. Het 18-jarige talent stond ons vandaag te woord voor de camera. Selim, welkom in Os. Hoe zijn de eerste dagen voor jou geweest? Yes, dankjewel. Ja, de eerste dagen voor mij zijn goed bevallen. Ik ben goed opgevangen door de jongens, door het team. En ze hebben me goed geaccepteerd in de groep. Daar ben ik helemaal blij mee. De eerste dagen zijn goed gegaan. Glimlach op je gezicht. Hoe waren de eerste dagen inderdaad? Je bent echt goed ontvangen. Je voelt je meteen thuis? Ja, zeker. De jongens hebben me goed ontvangen. Ik ben blij dat ik hier ben. En hopen naar goed resultaat. Je komt van NEC af. Je trainde met eerste mee. Je speelde de wedstrijden bij Jong NEC. Dat is toch fijn dat deze samenwerking jou deze kans biedt. Tussen NEC en Topos. Zeker. Deze samenwerking die komt zeker goed van pas. Ik kan voetballen op het hoogste niveau. En dat is zeker een goed podium om mezelf te laten zien. Ook natuurlijk. En de samenwerking, dat is gewoon top. Je zegt laten zien. Wat voor speler ben je dan eigenlijk? En ja, waar liggen je kwaliteiten? Ik ben een speler die een doelpunt kan maken. Ik speel op de buitenkant, rechts, links, buiten. En ik pik goed mijn doelpuntjes mee. Ik maak mijn assisten. En ik ben een leuke speler om naar te kijken. Ik heb een goede actie in huis. Ik kan ook wel een spelertje voor de goal zetten. Je zoekt dus ook graag de tegenstander op om degene te passeren? Ja, zeker. Ik zoek mijn tegenstander op, naar binnen, naar buiten. Ik heb een goed schot met mijn linkerbeen. Zowel links als rechts, maar mijn linkerbeen is toch wel wat beter, sorry. Dus dat is eigenlijk mijn kwaliteit. Echt. Niet helemaal tweebenig dus? Nee, niet helemaal tweebenig. Nee. Maar ik kan wel mijn doelpuntje maken met mijn rechterbeen. Was je meteen enthousiast toen je hoorde van je kan een halfjaartje verhuurd worden aan Topos? Ja, zeker. Als ik kijk naar wat ik bij het eerst heb meegepakt dit seizoen, is dat natuurlijk niet zoveel. Ik heb een paar keer op de bank gezeten en ik heb mijn debuut wel gemaakt in de laatste wedstrijd. Maar als je dan kijkt dat je hier wel natuurlijk veel meer minuten kan maken in het profvoetbal, dat is natuurlijk top als je dat kan meepikken. In plaats van steeds op de bank zitten en maar bij 21 blijft voetballen, dan is het wel beter om in de KKD te voetballen. Thomas, Maxime, Maarten en Julian zijn al voorgegaan. Die zijn ook al verhuurd aan Topos via de samenwerkingsconstructie. Heb je veel aan hun gehad? Heb je hun nog vragen gesteld over de club? Ja, zeker. Ik heb met Maxime. Maxime spreek ik wel vaak en hij is ook natuurlijk een buitenspeler. Dus als hij bij de 21 bij de wedstrijd ook was, toen vroeg ik gewoon hoe het was. En hij zei dat het goed bevalt. Het niveau is ook wel goed, het wedstrijdniveau. En eigenlijk zodoende. Gewoon een goed gesprek met Maxime gehad daarover. En vrijdag meteen gaan vlammen? Ja, we gaan er wel van uit natuurlijk. En ik zie het ook wel goed voor mijn ogen om het team gewoon goed resultaat te halen. En we gaan er alles van doen om zo goed mogelijk resultaat te halen. En ikzelf ook. Welkom en veel succes.